What up, Wilbro's? Vandaag is het weer tijd om naar een geweldig, leuke, hilarische zaak te kijken van Frankie Boy Visser. Maar eerst, lijkt het jou nou leuk om te chillen met mij? Dan heb ik goed nieuws voor jullie. Ik ben 30 april te vinden bij Heroes Made in Asia. Dat is een super tof evenement waar je van alles en nog wat kan doen. Wat? Je hebt toffe gaming toernooien, je hebt retro gamekasten, je hebt zelfs AR games. Er is van alles en nog wat te doen, dus het is heel leuk om heen te gaan. En ik mag een giveaway doen. Ik mag 2 tickets weggeven aan jullie. Hoe leuk is dat? Dus laat in een comment achter dat jij mee wil doen. En wie weet zie ik jou daar wel. Bij Made in Asia. Kunnen we lekker even chillen. En ik hoop gewoon jullie daar ook te zien. Laten we maar snel kijken naar Frankie Boy Visser. Daar gaan we weer. Wat is de zaak, Victor? We gaan naar Leinden, een dorpje onder de rook van Schiphol. Daar wonen Piet en zijn dochter Ria, al zo'n 27 jaar. Man, het lijkt mij zo zwaar, hè? Zij woont dus al 27 jaar van haar leven met haar vader. Aan het verbouwen geslagen. En sindsdien is de horizon vervuild met allerlei bouwafval en geparkeerde auto's. En daar is Piet zo boos over dat hij eigenlijk het liefst ook het gezicht van de buurman even zou willen verbouwen. Als ik even maar doodvallen hier voor de deur, dan ga ik hem nog een schop voor zijn hassers. Het zijn altijd die oudjes hè, die zo agressief zijn. Het is echt bizar. Echt, die man die moet wel 90 zijn. De buren in kwestie, Wesley en Manon, begrijpen helemaal niets van alle ophef. Kijk, want die jonkie zo. Zij hebben dit huis gekocht om er een waar paradijsje van te maken. En ja, ja, bij elke verbouwing hoort natuurlijk rommel. En bovendien zeggen zij dat ze alles in goed overleg met Piet en Ria hebben gedaan. En daarom vinden zij alle beschuldigingen dan ook volledig uit de lucht gegrepen. Oh wauw, ze wonen ook recht tegenover waar je vliegtuig zit opstijgen. Nee, pa, niet zo, je moet even geduld hebben. De koffie moet ook doorlopen, hè? Nou, ik ben Ria van de Stad. Dit is mijn vader Piet. Die is 89 inmiddels. Ha, ik zei het! Die weer aan met die tering zo. Dit is zo gescripted. Nee, hun zien er niet uit als mensen die dat soort muziek draaien, hoor. Ik geloof dat niet. Dit is ons huis. We hebben vorig jaar de sleutel gekregen. We gingen het flink verbouwen. Nou, we hebben nog wel even. Ja, we hebben nog wel een flinke klus te doen. Maar Haat zegt, het is hartstikke verpest. En waarom? Waarom houdt hij nou geen rekening met de buren? Dat begrijp ik niet. Ach, met aan het verbouwen, gast! Daar hoort inderdaad een teringzooi bij. En wat vind je ervan? Wat ik ervan vind? Ja. Oprotten met die troep. Zo naar meter. Wegwijzen, liever vandaag als morgen. Ja, ja, wel. Oud te kunnen worden. Zo oud als de buurman zeker, of niet? Tegenover Schiphol. Gezellig. Tenminste, als je van vliegtuigen houdt. Want elke minuut vertrekt of landt er hier wel een vliegtuig. Je ruikt de geur van kerosine. Maar onze Piet is er gek op. Eens even kijken waar we zijn. Maar hun hopen daar dus oud te worden. Dus ik neem aan dat ze ook kinderen willen. Is dat wel ideaal als je continu die vliegtuigen hoort? Like, dat kan toch ook niet een dure woning zijn dan toch? Want dat lijkt me niet echt de ideale woonplek. Goedemorgen, Victor! Oh ja, vrijdagavond om 5 uur komt die huis staat vol. Waarmee staat het dan vol? Die vrachtwagen voor je neus. En zij de rest dat erop staat. Ja, ze zijn aan het verbouwen, gast! Ik denk waarschijnlijk, deze verbouwing duurt zo lang. Tegen de tijd dat het klaar is, ben ik al dood. Dat zijn anderhalve planken. Maar de hele planken moeten ertussen, net als hier. Zo. Dus ze zijn verzaagd? Juist. Ja. West heeft dus beton gestort. De schutting moest eruit, dus West dus vader heeft hem dus keurig dus eruit gehaald. En de planning was dat hij hem er ook weer in zou zetten. Maar meneer heeft dus de planken dus verzaagd, waardoor dus, ja, de schutting dus niet klopt. Want de bovenkant, het breken gewoon lat en dus net de deklat moet er overheen. Ja, het staat niet goed. Hier dan. Ja. Je staat op mijn grond. Oh, daar gaan ze weer. Dat is mijn grond, mijn grond. Hier, daar hoort je te staan. Dus dit stukje, zeg maar. Oh, boehoe, dat kleine stukje. Om 2,5 centimeter. Ja, al gaat het om een centimeter, ik heb me niet verrotten. Het is het principe. Ja, in het principe staat hij niet goed. Ja. Duidelijk. Ja. Maar er is ook nog een schutting aan de achterkant. Dat is ook een probleem, hè? Altijd weer schutting in, Frank Visser. Wat is hier het probleem? Nou, het probleem is, Victor, we zijn natuurlijk aan het verbouwen geweest. Het staat alles dus hierachter gelegen, achter op hun plaats, zeg maar. En dan bedoel je bouwpuin? Oh. Bouwpuin. Dus die schutting die ging als het ware dus deze kant op. Dus die dreigde om te vallen? Ja.
Vervolgens heeft u de zonnevraag om de schutter weer te fixeren. Dus paaltjes in de grond geslagen. Dat zit in het cement. En er zitten ook allemaal gaten in, wat dus voorheen dus allemaal niet was. Is waardeloos. Ja, maar dit zijn toch dingen die opgelost kunnen worden als de verbouwing klaar is. Als er tijdens de verbouwing schuttingen scheef gaan en gaten, dan neem ik aan dat hun dat zelf ook willen fixen wanneer ze daar naartoe komen. Communicatie is niet mogelijk. Niet meer, laat ik het zo zeggen. Nee, helemaal niet meer. Zoals als ik opraf. We gaan niet zo praten. Meestal is het bij Victor net alsof ik praat tegen een klein kind altijd met die mensen. Van, nee, we gaan niemands kop eraf slaan. Even rustig. Ja, dat was hij, hè? Dat was die Piet. Ja, hij had geen idee dat in de toekomst dat deze gast gaat zeuren om een verbouwing en een hek. Heeft u een hartprobleem? Ja, heb ik, ja. Maar waarom maakt u zich dan zo druk? Nou, zou jij dat niet erg vinden, dan? Sta maar op met je kaakmoer, kan je het zien. Ik denk dat jij bent niet getrouwd natuurlijk, maar dat begrijp ik wel. Maar ik bedoel, maar als je vrouw... Hij zit er te kijken van, nou oké, volgens mij heeft hij wel een relatie toch, Victor? Je zou ook kunnen zeggen, die mensen zijn jong. Die zijn nog bezig aan het bouwen aan hun huis en aan hun toekomst. Dan kijk ik uit dat raam. Nou, kom je ergens op een ding als dat je me helemaal voor mijn kop slaat. Echt waar. Als een moker sla je me voor mijn hersens. Toen stond die godverdomme een bak, dat wil je niet weten. Een vadersbak, zo'n grote bak waar je paniek kan gooien. Die stond godverdomme zo vol. Je kon er niet overheen kijken, helemaal niks. Ja, maar wat boeit dat nou, guys? Ze zijn aan het verbouwen. Als hij nou in de gang blijft, hij moet niet in de gang blijven. Dan sla ik die ramen die in zijn zijkant zitten, die zitten over mijn grond heen. Dan sla ik die ramen eruit. Heel gewoon, doodgewoon, zeg maar. Wat maakt die centimeter nou uit? Wat is het verhaal van het jonge stijl? Moet je kijken, dit is een moderne clean achtertuin en een schaank voor kinderen. Of hebben ook kinderen. Zeer dat is een klimrek. Afgewerkt en professioneel uit. Ja, toch ziet er gewoon heel mooi uit. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Victor? Manon. Kijk eens. Wesley. Victor, hoe is het? Wat een leuk stijl. Ja, goed. Op het moment wel goed. Jawel. Ja. Ja. Droomhuisje gekocht? Ja. Ja. En is het nou nog steeds het droomhuis? Droomhuis wel. Ja. Ja. Alleen een vervelende buurman. Droomhuis met een vervelende buurman. Ja, inderdaad. Kijk, is dit trouwens wat van de crew? Kijk, daar staat ze. Hoppa. Volgens hem staat het nog niet goed. Maar ja, het is een tijdelijke schutting. Tijdelijke schutting zelfs? Nou, dan heeft toch helemaal niks te klagen? Nou, met geen van de schuttingen is hij eigenlijk blij. Hij vindt ze of krom, of niet mooi, of sekier aan de onderkant. Ja, maar eigenlijk had hij met die achterschutting had hij al problemen mee met de vorige eigenaar. Toen vond hij hem eigenlijk al lelijk, terwijl met de vorige eigenaar heb je hem samen uitgekozen. Echt waar? Ja. Oh mijn god. Wat heeft de vorige bewoner jullie verteld? Wat is er allemaal voorgevallen? Dat hij zijn badkamerraam zwart heeft geschilderd. Dat hij zijn spiegel heeft stuk geslagen met een hamer. En dat hebben we ook echt gezien op camera, want de oude bewoner had de camera's hangen. Oké. Okay. Daar is hij hoor! Ze hebben ook nog eens bewijs. Oh, het ziet niet goed van jou uit, Piet. Paul heeft gezegd, hè? Je moet die bus wegzetten. Die stond helemaal met mijn maan door. Ja, alleen maar pest en raar. Wat is er toen gebeurd? Wat heeft hij toen gedaan? Wat gebeurd is dat alles donker was bij hem. Ben ik naar buiten gegaan, die wagen. Die stond er ook, die veewagen. Zetten van die hangsloten zetten erin. Komt er die hangsloten heb ik allemaal volgegooid. Met allemaal met lijm. Helemaal volgegooid. Toen kon hij dus zijn auto niet meer openmaken. Nee. Wat een sneaky bitch is dat, zeg. En hij is er trots op ook nog, hè. Speelt er nog meer? Ja, de schuur. Deze bedoel ik. Kijk, dat dan, is dus een schuur, hè. Van die oude man. Dit is een schuur. Dat is gewoon een gebouw trouwens. Maar er zitten raampjes en al in. En dat zit in hun achtertuin. Oh ja. En hij valt ook nog eens uit elkaar. En dat geluid. Ze moeten hun eigen geluiden gaan maken voor deze show. Of nieuwe kopen. Want... Nou weet je, in principe vind ik het ook niet erg. Want waarschijnlijk was dit een geluidje dat ik eronder had geëdit. En nu hoef ik dat niet meer te doen. Je bent bang dat hij eerdaags een keer... Ja, met een flinke storm. Weet ik niet wat gebeurt. Het is wel net boven je loungeplekje, ja, zeg maar. Ja. Nou ja, het meer kinderen speeltuin. Ja. Ja. Maar als je die asbest kijkt, zie je daar al een scheur. Asbest, zeg je? Ja. Dat weet je zeker? Niet echt 100%, maar... Heb je daar al eens naar laten kijken? Nee. Dat waardeer ik altijd, hè, wanneer ze het gewoon eerlijk zeggen. De buren zeggen dat u veel te weinig onderhoud aan de oude schuur pleegt.
Heb haar niks mee te maken. Dat zal ik je wel vertellen. Maar hebben hun niks mee te maken, gast? Jouw schuur staat gedeeltelijk op hun achtertuin. Als dat ding uit elkaar valt op hun helft, dan is dat zeker hun probleem. Oh, hier komen ze. Binnen? Ja, ik kan er niks van doen, hè, Victor. Respectloos. Hij wou dit ook oplossen. Hij zit binnen? Ja. Maar ja, zo los je niks op. Kom erbij, jongens. Hij wil... Oké. Okay. Geven we elkaar nog een hand? Nee, dat gaan we niet. Nee, gaan we gewoon niet. Ik was ook wel blij dat de schut terug was. Maar ja, hij vindt hem toch niet mooi. Dat is curling. Hij was blij dat de schutting terugkwam. Hij heeft niks gezegd bij het maken. Maar achteraf vond hij hem toch niet mooi. Ga naar binnen. Oké. Okay. Haar is er nog niet. Hij kan nog wel een uur wegblijven, die klootzak. Heb je het over de vissen nu? Maar even gaan. Pas op, want anders komt hij helemaal niet meer. Gesproken ben ik ermee. We zijn hier voor jou, hè, Piet. We proberen het op te lossen voor je. Dat is een zaak allemaal, god voor god. Je hebt het zelf aangehaald. Piet luistert eigenlijk naar niemand. Hij denkt eigenlijk wel een beetje dat hij de basis van alles. Hij wil de regie in handen hebben. Ja, alles is van hem. Nou, daar is hij hoor, de boy. Daar is hij dan. Goeie, mag ik hem voorstellen aan Ria? Ja. Dat is de dochter van Piet. En hij komt terug, hij komt terug. Daar is Piet. Die wilde hier niet bij zijn, maar die wilde pas komen als u kwam. Meneer Piet. Hey, meester Visser. Lang verwacht. Goedemiddag. Toch gekomen. Ja, moet je luisteren. Ja, nee, wacht even. Nee, begin meteen, moet je luisteren. Hoe? U heeft hier toch een vrij uitzicht? Ja, maar meester Visser, mijn vader zit dus in de stoel. Ja. Binnen. Maar dan vindt het ook wel lekker als je dus zo kan kijken. Dus ja, maar de... dat is toch hun grond. Mijn vader vindt het eigenlijk wel lekker als hij daarheen kan kijken. You know, via de tuin van de anderen. Al willen ze daar een groot blok beton neerzetten, zodat je nooit meer wat kan zien. Dan mogen ze dat. Ja, maar pa wil graag even vrij kijken, zeg maar. Ja, wil ik ook. Maar dat kan niet altijd. Maar ja, en dan de troep in de voortuin. Ja. Maar het valt nu toch nog wel mee? Ja, nu valt er wel mee. Ik dacht dat het een enorme bouwplaats was. Als de koningin komt, wordt alles opgeruimd. Ja. Zo gauw ze weg is, is weer een grotere lerenbende. Ja, maar het is ook elke keer nieuwe troep. Wij zijn gewoon aan het verbouwen. Ja. Hun mogen daar neerzetten, want ze willen al straat tot de 500 jaar. Dat mag. Ja. Je bent gewoon een stumpert, ben je. Een stumpert. Okay. Want de steinen die er leggen voor... Ja, met die stok. Ho. Je kan dan iedere keer wel zeggen, ze luisteren toch niet. Dit was het eerst wat gebeuren en voordat er iemand komt. Nou, ik ben er. Dat is gewoon een bouw voor hun, een bouw. Dat is net zo... Staat er nou weg met die stok. Het staat er net zo op als mijn huis. Meneer Piet, staat er bij jou op. Meneer Piet, op die vergunning. Die stok is nogal dreigend. Ik sla er toch niet mee? Ik heb mij geslagen, is wat anders. Ja, maar... Zie, ik snap het best wel. Je stok komt best wel dreigend over. Is het asbest? Nou, zit ook gewoon iets met tape vast ook gewoon, hè? Ik heb de oorlog nog wel even meegemaakt. Wat ik in ieder geval kan zien is dat de golfplaten zelf die erop liggen, zijn toch echt wel behoorlijk verweerd. Je ziet ook op het dak zie je wat plekken liggen die los liggen. Ja, ja. En het zijn asbesthoudende golfplaten? Die kans is in ieder geval groot aanwezig. We nemen hier een materiaalmonster van, dat laten we door een laboratorium nakijken. En als het asbesthoudend is, is dat dan altijd even een gevaarsignaal natuurlijk, als het loslaat? Ja, dan is dat wel een risico in ieder geval. Oh boy. Ja. Wij worden eerder vervuild door Schiphol als dus door een asbest... De schuur is ook vet ver bij jullie huis weg. Kom op even. Die schutting die staat in een rechte lijn. Dat klopt. En hoe loopt de erfgrens? Die loopt in een zigzag. In een zigzag? Oh, dus als je precies de schutting op de erfgrens wil zetten, dan krijg je een zigzagschutting. Ja, klopt. En de paaltjes? Weg met die paaltjes. Weg met de paaltjes. Klaar. Ja, als die paaltjes eruit gaat, dan gaat die schutting om. Ja. Dat zien we dan wel weer. Ja. Hij zit ook zo van, geloof je deze gast? Asbest? Nou ja, we hebben het de schuur onderzocht en gekeken of er naar het asbestoude materialen aanwezig waren. Ja. Nou? Het dak blijkt inderdaad asbesthoudend te zijn. Ja. Daarnaast is het dak in een behoorlijk verweerde staat aanwezig. Dat betekent dat ook vrij makkelijk asbestvezels zal vrijkomen. Oh. Dus er is een risico op verspreiding van asbestvezels naar de omgeving. Nou. Oh. Wat vindt u daarvan? Nou ja, dat wisten we niet. Ja, nee, dat... Even schrikken. Ja. Ja. En dan de rest van de opstal, meneer Hulleman. Scheuren. Oeh. In de zuidwestgevel zitten scheuren. Ja. Al flinke scheuren ook. Ja. En daardoor is plaatselijk de samenhang van de gevel, die is op die plekken verloren gegaan. Maar levert het gevaar op voor omwonenden? Nou ja, zo'n stuk metselwerk wat uiteindelijk tussen die twee scheuren losstaat... Ja. Ja, als dat met een flinke storm naar beneden komt, daar zit zeker risico aan. Hoeveel gaat het kosten? Oké. Ik denk de lintvoeg
ankers 1000 euro, de trekstang 1000 euro. Nou, dan zijn we er. Ja, maar dan het dak nog. Oh man, als ik dat op mijn rekening had staan, had ik mijn rijbewijs al. Voor het dak heb je het zomaar over 10.000 euro. 10.000 euro? Oh, Jesus! Die schuur is al 100 jaar. En nou dat hun, nou dat haar erover gaat zitten, oude hoeren. Want zo is het, maar eerst haal je het stroomput uit. En jij bent er zelf mee begonnen. En zo is dat nou ook. Die schuur staat al 100 jaar, joh. Er is nooit een probleem mee geweest. Ook al zat er al asbest in, een scheur in. Dan kon hij ieder moment invallen, dat boeit me niet. Hij staat al 100 jaar, dus raak hem niet aan. Dat Wesley en Manon niet in hun voortuin zouden mogen parkeren. Piet en Ria hebben geen recht op vrij zijuitzicht. De schuttingen. Wacht. Dat moet ik even beter horen. Dat Wesley en Manon niet in hun voortuin zouden mogen parkeren. Ze mogen niet in hun eigen voortuin parkeren? Dat is bullshit. Ik snap die uitspraak niet. Hun mogen niet auto's parkeren in hun voortuin. Piet en Ria hebben niet recht op vrij zijuitzicht. De eerste twee delen komen inderdaad iets over de erfgrens. Echter, dat is maar tijdelijk. Ja, dat is tijdelijk. Omdat daarvoor in de plaats de muur van de nieuwe aanbouw komt. Ja. Tot die tijd kan die schutting daarom blijven staan. Ja. De erfgrens achter het perceel verloopt nogal grillig, zodat de daar in één lijn geplaatste schutting daar soms iets overeenkomt. Echter, het gaat om een minieme overschrijding. En verder is de huidige situatie ook de meest logische, een rechte schutting. Ja, toch? Moet jij zo... En tenslotte, en misschien nog wel het ergste, is gebleken van een asbestverontreiniging. Ja, ja. Waaraan het jongere gezin van Wesley en Manon wordt blootgesteld. Nou. Verder uitblijven van de nodige saneringsmaatregelen is naar mijn oordeel onrechtmatig ten opzichte van Wesley en Manon. Ja. Dus moeten Piet en Ria het dak saneren en de muren van, of liever gezegd, die ene muur van de schuur zekeren. Komen we nu toe aan misschien wel het belangrijkste punt van de hele zaak, de hele burenruzie. En dat is de manier waarop Piet zijn buren benaderen. Ja, nu komt ie. Dat meneer Piet zich, wat dat betreft, geregeld misdraagt. Ja. Door te schelden, te tieren en te dreigen. Ja, dat ja. Ik zal daarom aan Piet een contactverbod opleggen. Hey yo, contactverbod. We got him. Via Ria en Manon geschieden. Wordt deze uitspraak niet strikt nageleefd, dan verbeurt de nalatige partij boetes aan de tegenpartij. Oh, baby. Oplopen tot 20.000 euro. 20.000 euro? De zaak is afgedaan. Dank u wel. En dat is de uitspraak. Dus Wes heeft eigenlijk grotendeels gewonnen. Nee, ga weg. Nee, ga weg. Nee, ga weg. Nee, godverdomme. Ga weg. Nee, ga weg. Want ik stijg godverdomme alles in de brand. Doe nou open de deur. Nee! Van haar is het wapen verloren. Maar ze brengen nog niet klaar, want ik al burgemeester en wethouder erbij. Oh nee, dat kan, nou, dat maakt niet uit hoor, dit is Frank Vissen. De zaak is schandalig als je je er niet aan houdt. Al burgemeester en wethouder erbij. Klaar. Nu is de vraag. Heeft hij zich eraan gehouden? Oeh, wat is dit? Gelukkig zit Dennis Schouten daar natuurlijk bovenop. Klopt het dat u Piet bent? Dat u Piet heet? Ja? Dat ik Piet heet? Ja? Ja, we lazen ontzettend naar stuk over u in de Telegraaf. Hey, dat wordt wel verbouwd, die schuur. Wat? We lazen een ontzettend vervelend stuk in de Telegraaf en we zijn benieuwd... Oh joh, daar wil ik niks meer horen. Ik zou er niet Maar we zijn juist... Niks maar veranderd. Vanmorgen een groot stuk in de Telegraaf, waarin uw buren hadden gezegd, de rijdende rechter was hier al geweest, dat u met Pasen met een alarmpistool op ze hebt geschoten. Oh, dat was een contactverbod. Dat was een contactverbod en hij gaat gewoon op ze schieten. Vijf alarmpistolen. Hij heeft er vijf. Vijf alarmpistolen. Maar die kan je zo halen, maar de zwarte markt. Maar... Nee, ja, nee, dat snap ik, maar ze voelen zich wel ernstig bedreigd. Ja. Maar ze helemaal niks aan de hand, jongen. Helemaal niks. Zonder hier, dat had helemaal gezet. Ben ik goed bij een hoofd, man.
Ah, boeien, ik heb wel 5 alarmpjes nodig. Kun je krijgen van de zwarte markt, joh. Geen enkel probleem. Voelen zich bedreigd, wat een onzin. Ik schiet alleen maar op ze. Maar waarom schiet u met een alarmpistool op de buren dan? Ja, op zo'n muur. Ja. Dat kunnen we mij allemaal doodvallen. Maar bent u met mij eens dat het niet zo slim is om op de buren te schieten met een alarm? Ah, mij loopt niet de godverdomme. Schieten? Noem je dat schieten? Gewoon een alarmpistool, man. Schiphol. Nee, ik sla je niet. Oh, god. Hij ziet echt niet in wat hij mis heeft gedaan met schieten met een alarmpistool. Kunnen niet meer slapen door buurman Piet. Ach, ga, ik heb het wel zo. Ik heb hem maar doodvallen. Ja, ik heeft een scheurtje en daarop had u een asbestdak. Ja. En toen had de rijder de rechter gezegd, nou meneer, u moet dat dak gaan vervangen. Nee. Niet? Nee. Dat was de uitspraak. Nee. Er zit asbest op. Weet ik wel. Die klootzak van de Visser, die was bij Van de Valk, want dat was de uitspraak. Hè. Ja. Hij wist niet hoe gauw hij weg moest komen. Waarom niet? Zo bang was hij voor mij. Van daar stond hier, de hele werf stond vol met mensen, hier aan de overkant allemaal politie erbij. Hier stond hij en moesten ze nog in de handen klappen voor die klootzak. En daar durfde hij niet te komen om afscheid te nemen, helemaal niks. Want dat was bang. Hebben ze bij Van de Valk. Hebben ze de deur dicht gedaan, dat ik er niet uit kon. Jij ging weg! Jij is enkel verloren, ik ga weg! Wee! Ja. Ik kan nog niks meer doen. Niks meer. Ik zit in die stoel daar, hoor. Ik kan alleen zien. Dat is wat een boeite. Ik zit in die stoel en ik zie niks meer. Omdat hun dingen neerzetten op hun eigen erf. Maar Frank Visser... Nooit. Maar u zegt Frank Visser is... Frank Visser, die kan mij aan de poort op. Maar als moet ieder... Hier, als je moet, moet hierheen komen. Hak ik je kop eraf. Hij hakt dus zijn kop eraf? Ja, zeker. De brand komt hier, hoor. Ja. Hun laat ik verbranden. Het komt gewoon neer dat heel veel mensen niet begrijpen en niet willen begrijpen dat soms in het leven gaan dingen niet zoals jij het wil en krijg je niet wat jij wil. Dat hoort bij het leven. Wat vonden jullie van de zaak? Laat een moment in de reacties beneden en dan zie ik jullie, niet letterlijk, bij de volgende video. Doei!